Yo mensen, kijkers van de Collega Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. Vandaag ga ik Squad met Yannick doen en vandaag gaan we eens even kijken. We gaan een nieuw spelletje aanmaken. Creative, wereldnaam is slopen, terrein, private, settings. Ja, het zou wel allemaal create. Oké, nice. Wat gaan we doen? I don't know. Ik weet dat we iets met auto's moeten gaan bouwen of dat we iets moeten gaan slopen. Oké, got it. Nou, het zou wel allemaal. Het zou me een worst wezen. Oké, in ieder geval. Wij gaan eens even kijken wat wij hier allemaal moeten gaan bouwen. En waarvoor is dit dan? We hebben hier een hamer. Kan ik letterlijk even een keer dingen mee gaan slopen ofzo? I don't know. Nou, in ieder geval, één ding weet ik door video's te hebben gekeken. Dit is de lift en daar draait alles om. Oké, nice. Dan hebben we hier een blokje. 1, 2, 3, 4. En hiermee gaan we dadelijk onze auto, voertuig of wat er dan ook mee maken. Nou, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2. En dan doen we. Ik wou er 2 bij. 2. 2. Tadaa! Oké, nice. We gaan dus gewoon beginnen of we gewoon een kleine auto kunnen maken. Nou, dat doen we als volgt. Oh, mag wel iets hoger. Vind ik wel fijner om te kijken. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Nou, dan zetten we hier wielen aan. 1, 2. En doen we hier ook. 1, 2, 3. En 1, 2. Oh, nee. 1, 2 en 3. Ja, we kunnen vandaag tot 3 tellen, jongens. We gaan vandaag tot 3 tellen. Oké. En dan moeten we even kijken. Nou, deze die kan. Even kijken, we zetten hier eigenlijk de motor neer. Gewoon eens even puur om te testen of we dat ding wel of niet aan de praat kunnen krijgen. Oh. Kunnen we dat ding ook draaien of zo? Alu. Oh, nee. Oh, wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. Misschien moet ik hem iets langer maken. Zo. Zo. Weet je wat? Dan maak ik hem gewoon zo lang. Tadaa! En dan doen we deze ook hier. Nee. Zo. Ja. Oké. Nou, kunnen we hem nu wel neerzetten dan? Dat zou heel mooi zijn. Hoe werkt het? Kan ik dat ding niet draaien of zo? Dit gaat een beetje fout. Wat? Nee, jongens. Nee, ik. Nee, hoe draai ik dat in? Hoe kan ik dat in? What the heck? Kun je dat ding ook draaien of zo? Oh, dat doen we met Q. Oké, nice. Nou, dan maak ik dit in dit geval de voorkant. 1, 2, 3, 4 motoren erop. Gas erop. Wacht hè. Hè? Maar hallo, waarom doet hij dat niet? Wacht even hoor. Hold en dwerg. Oké. Hold. Ik krijg de motoren niet aan. Motoren. Motoren. Oeh. Oh, wacht. Ik snap hem. Oké, omhoog. Oké, nou. We gaan in ieder geval. Oh, wacht. Ja. Oké, I got him. I got him. En dan die nog.
Oké, nou, kom op laag. Ja. En dan hou even kijken. Zo, dan gaan we even kijken. Hoe werkt die nu? Nou, we hebben in ieder geval, we hebben de betogen erop. Maar waarom deze engine is net met niks gekoppeld dan? Wat? Oké. Ja. Ik snap er niks van. Wacht even hoor. Hoe gaan we dit ding aan de praat krijgen? Oké, I. Wat hebben we nog meer nodig? Een gas engine, een electric engine, een thruster, een controller, I don't know. Bering, remmen, grote wielen, lampen, dat heb ik allemaal niet nodig. Ik moet gewoon dat ding aan de praat krijgen. Ja. Een switch. Oké, wacht even. Een switch. Nee, dit gaat ook niet werken. What? Oké. Jongens, even serieus, ik snap er echt niks van. I. Wacht even. Wat hebben we nodig om dat ding te starten? Ja, de driver seat, die hebben we. Oké. Oh, wacht, ik snap hem. Ik ben iets vergeten aan te sluiten. Uh-oh. Weet je wat? Wij doen het lekker andersom. Jo. Nee, maar dat is een vering. Die hebben we ook niet nodig. Oké. Wat hebben we wel nodig? Een controller, een twister. Weet je wat? We gaan dat ding gewoon vooruit branden, ja. Wij kan natuurlijk ook... wacht even. 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, dan gaan we die aan elkaar vastkoppelen. 1, 2, 3, 4 en 5. Yes! Oh. Nee! Oké, levensgevaarlijk. Yes, we gaan. Let's go. Oh. Jongens, een beetje rustig. Vooruit. Oké. Jeehoe. Mond, ik wette dat dat ding maakt een kabaal, dat wil je niet weten. Oké, nou. Nou, ik kan eerlijk zeggen. Bouwpoging mislukt. Hopelijk vonden jullie deze video alsnog leuk. Ik ga eigenlijk eens even kijken hoe we de volgende keer wel dat ding aan de praat kunnen krijgen. Want het moet natuurlijk wel gaan lukken. Hoe dan ook. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Zou een normaal zo zijn. En laat zeker even een reactie achter van wat heb ik fout gedaan. En wat moet ik de volgende keer proberen te gaan bouwen. Wie weet gaat het ons lukken. Of misschien gaat het ons wel helemaal niet lukken. Ik zou het niet weten. Ik had er alweer heel veel zin in. En voor nu zou ik zeggen nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.